Dit is Jeroen. Jeroen heeft regelmatig nieuwe buren. Veel panden in zijn straat worden namelijk als deelhuis gebruikt. Kijk, daar hebben we een paar nieuwe tijdelijke bewoners. Ze hebben dit huis gevonden op Airbnb en worden vriendelijk ontvangen door de verhuurder, die ze voorziet van een opgeruimd appartement, een lekker flesje wijn en een persoonlijke lijst met tips om te genieten van de stad. Bij het weggaan laten de huurders een mooi bloemetje achter en later ook nog een goede recensie op de website waar de verhuurder dankbaar op reageert. Boekingen via Airbnb zijn in de laatste paar jaar explosief toegenomen. Waren er 1 miljoen boekingen in 2011, drie jaar later waren dat al meer dan 25 miljoen. Er zijn in 2014 wereldwijd meer dan 1 miljoen accommodaties op Airbnb, waarvan 11.000 in Nederland. En daarvan is de helft in Amsterdam gelegen. Een aantal dat nog steeds groeit. Van de 117.000 hotelkamers in Nederland is het grootste deel drie sterrenhotels. En daarvan heeft 40% in 2013 een dalende bezettingsgraad en kamerprijs ondervonden. Mede vanwege Airbnb. Airbnb is niet eens de enige aanbieder van deelhuizen. Ook VRBO, Couchsurfing, Wimdu, Roomarama, Nightswapping en Nineflats bieden bemiddeling tussen slaper en woningeigenaar. Maar niet alles is roze geur en manenschijn. Verhuur in dure steden is een lucratieve handel. Jeroen kent de eigenaar van een ander huis dat vaak verhuurd wordt, nauwelijks. Deze week zit er een groep studenten in het pand. Het zal niet de eerste keer zijn dat Jeroen dan s'nachts wakker wordt door harde muziek, lege flessen die uit het raam worden gegooid en andere soorten overlast. Jeroen probeert contact te leggen met de verhuurder, maar deze is niet bereikbaar. Jeroen vraagt zich af hoe het zou zijn als hij de verhuurder was van een deelhuis. Het zou een uitkomst zijn als hij zou verhuizen, maar zijn oude huis nog niet verkocht zou hebben. Het zou een welkome bijdrage zijn aan zijn inkomen. Daarnaast zou hij leuke nieuwe mensen uit allerlei landen kunnen leren kennen. Aan de andere kant zou hij zijn huis ook kunnen gebruiken als cash cow voor tijdelijk verhuur verdienen zonder al te veel tijd en geld te investeren. Of hij zou zijn huis langdurig kunnen verhuren aan telkens andere expats. Dan staat het wel af en toe leeg. Maar dat weegt wel op tegen de torenhoge huren die je dan kan vragen. Maar wat is het gevolg? Sociale woningen worden opeens duur verhuurd. Grachtenpanden zitten vol met buitenlandse werknemers die in brandgevaarlijke omstandigheden wonen. Tijdelijke verhuur is gunstig voor de verhuurder, maar de woning krijgt niet altijd de juiste bestemming en het benodigde onderhoud. En hoe zit het eigenlijk met de buurt? Door de deelwoning wordt er meer en anders gebruik gemaakt van voorzieningen. De fietsenmaker verhuurt fietsen. De bakker en delicatessenzaak verkopen handzame broodjes. De espressobar op de hoek draait overuren. Maar hoe zit het met de sociale controle? Wie wonen hier nu eigenlijk? En hoe zit het met de voorzieningen? Zorg- en onderwijsvoorzieningen worden gemeten naar inwonersaantal. Maar hoeveel mensen wonen hier nu eigenlijk echt?